Ben Ali Libi was voor de Tweede Wereldoorlog een van de bekendste goochelaars van Nederland. Hij trad zelfs op voor het Koninklijk Huis en toverde onder andere papiersnippers om tot ranja. De eerste jaren van zijn leven woonde hij in Groningen, waar hij ook werd geboren. Vermoedelijk in een huis dat vroeger op de plek van de huidige Pathé-bioscoop stond. In de zomer van 1943 werd Michel Velleman, zoals zijn echte naam luidde, samen met zijn gezin opgepakt bij een razzia in Amsterdam, waar hij toen woonde. Via het kamp Westerbork werden ze gedeporteerd naar het vernietigingskamp Sobibor, waar ze werden vermoord. Lang was Ben Ali Libi verdwenen in de vergetelheid, maar de dichter Willem Wilmink schreef een gedicht over hem dat veel indruk heeft gemaakt.